الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه الشرفى، ومن على نهجهم إلى يوم القيامة سار واقتفى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ومجدك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك المحامد كلها، ملء السماوات والأرض وما فيهن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وولينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Dus deze ayah die vertelt over dat Shaitan iemand eigenlijk verleidt totdat hij kufr heeft gepleegd. Daarna zegt Shaitan: ik ben vrijgesteld van wat je gedaan hebt. Wat je gedaan hebt, heb ik niks mee te maken. En daarom op de dag des oordeels komt de Shaitan, die heeft zijn eigen plek, zijn eigen limbar, gaat schreeuwen, of Iblis. En hij zegt: ik heb jullie niet aangezet om het slechte te gaan doen. Dat hebben jullie gedaan. Ik heb alleen verteld. Ik heb jullie alleen de weg laten zien. En soms is het ook zo, Shaitan die laat je de weg zien. En jouw nefs, die geniet ervan en die volgt het. Iemand die oprecht is, de Shaitan zal hem niet kunnen verleiden. Nou, deze ayat zijn mooie ayat. En de mufassirin, toen zij gingen uitleggen wat dat betekent, wat die ayat inhoudt, dat is dus gewoon een verhaal verteld. Alleen dat verhaal is van Bani Israël. Al-Israëliyat noemde dat. Al-Israëliyat, wat doen wij met deze verhalen? Deze verhalen van Israëliyat, wij geloven er niet in dat ze waarheid zijn, dat het waarheid is. Wij geloven er niet in dat ze leugens zijn. Dus wij nemen alleen de leer ervan. We kunnen ervan leren de wijsheid, de hikma van deze verhalen. En daarom, we gaan er niet van uit dat verhaal die wij jullie gaan vertellen en wat Mufassirin hebben verteld om deze ayat te kunnen uitleggen. We gaan er niet van uit dat het de waarheid is. En we gaan er ook niet van uit dat het niet de waarheid is. Wij lenen de wijsheid van dat verhaal. Dat verhaal gaat over een monnik van Bani Israël, een abid, die Allah aanbidt en heeft jarenlang Allah aanbidden in zijn salma, in zijn gebedsruimte. En hij heeft zich geïsoleerd van de rest van de mensen. Oké, dat is mooi. Maar kwamen drie broers naar hem, strijders, en ze hebben één zus. En ze zeggen tegen deze Basisa, dat was zijn naam: oh Basisa, je bent een vrouw man. Je bent mashallah goed bezig. En wij vertrouwen jou. Vrouwen, we vertrouwen niemand anders dan jij. Maar één probleem: wij gaan op die her, inshallah. We gaan naar de oorlog, we gaan strijden, vis-à-vis-Allah. En wij laten onze zus bij jou achter. Zeg, hé, ik stap voor Allah. Wat moet ik doen? Ik ben iemand die bezig is met aanbidding, met zichzelf te gaan zuiveren. Ik heb geen tijd voor zoiets. Ik kan het niet. Zij zei, ja, geen probleem. Ik zit even in het huisje naast jouw gebedsruimte. Oké, nou doe maar. Nou, het meisje zit in het huisje naast zijn gebedsruimte. Nou, de ene dag gaat hij naar het huis, brengt dit eten. En zit hij daar, klop, klop, gaat hij naar zijn gebedsruimte. Naar zijn salma. Dan gaat hij daar aanbidden. De andere dag brengt hij. De andere dag daarna komt de shaitan eigenlijk naar afstand om bij hem af te fluisteren. Hij zegt: ja, je komt en je klopt. En zegt: salamu alaikum. Kan ik toch niet dat je iedere keer. Eigenlijk is wel waar. Zij komt, hij klopt. Salamu alaikum wa rahmatullah. Eten voor jou. En alles goed, gaat goed met jou. Alhamdulillah, je maakt het goed. Alhamdulillah, ik ga even vandoor. Oké. Komt de shaitan en zegt: jongen, jij gaat daar, je staat met jouw baar, met jouw kleding en zo. Je bent een vrome man. En je gaat voor de deur van het meisje praten. Ga even naar binnen en kijk of het goed gaat bij haar, dat zij iets mist. Of... nou, eigenlijk zit er veel waarheid in. Klop, klop. Open naar binnen. Hier is eten, het is warm eten. Praten, praatjes van hier en vandaar.
Nou, op een dag brengt hij eten, gaat hij binnen zitten en hij wordt verleid. Dus hij heeft eigenlijk contact met dat meisje, de zus van die drie jongens. Shaitan, die komt weer. Zegt, ja, je hebt nu een probleem. Hoe ga je dat oplossen? Jij, de vrouwe man die iedereen kent, je hebt vrouw zwanger gemaakt. Nog even, vrouw die kreeg een kind. En zegt tegen hem, wat moet je gaan doen? De broers die zijn onderweg terug. Dus hij dacht van, ik laat je even het mooiste laten zien. Want de Shaitan, broeders en zusters, de Shaitan die is niet tevreden met mij. Hij wil altijd verder. Want hij heeft hem eigenlijk die grote vraagjes laten doen. Maar er is nog groter dan deze vraagjes. Hij zei, om het even zand overheen, niemand weet ervan. Je moet dat kind gaan vermoorden. Kind is vermoord. Zei ja, die vrouw die gaat het ook vertellen. Vrouw ook vermoord. Hij is begraven, ergens achter hun huis. En daar kwamen de broers. En waar is onze zus? Ja, subhanallah. Ik weet, al-a'mar bi yadillah. Dat meisje, de zus van jullie, werd ziek. En begint met liegen. Ieder slecht geloof, die leidt naar een ander slechte daad. Als je alleen begint met de Shaitan, brengt je altijd. Zij was ziek, zij is doodgegaan, ik heb haar begraven in de tuin. De broers een beetje huilen, onze zus, zij gingen slapen. De andere dag werden zij wakker en de grote broer zegt, ik heb na een droom gehad. En de droom is mij verteld dat Barsisa eigenlijk onmogelijk. Onze zus heeft doodgemaakt. De andere broer zegt, eigenlijk heb ik ook hetzelfde gehad in mijn droom. En de andere heeft ook hetzelfde gehad. We gaan even kijken, graven. Kijk, hun zus met haar kind. Toen hadden ze precies gepakt. Kom, wat heb jij allemaal gedaan? Jij bent de vrome man, de goede man. Ja, sorry, maar hem onderweg. Ze willen hem gaan vermoorden als straf voor hem ook gedaan heeft. Kwam de Shaitan naar mij en zei, ik ben degene die jou heeft verleid. Ik ben degene die je zoveel heeft gekregen. Maar ik kan jou ook helpen. Hoe kun je mij helpen? Alsjeblieft, help mij, zei tegen hem. Je moet die koffer uitspreken. Je moet die koffer plegen. Dan help ik jou. Hij pleegt die koffer. Hoofd eraf. En dan is hij doodgegaan als kijker. Door zo'n klein daad. Dan Allah zegt in de Koran. Als boodschap voor ons allen. A'udhu bi Rabbil 'Alamin. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Volg niet de voetstappen. Meervoud, voetstappen van Shaitan. En Shaitan die komt niet ineens bij jou, jongen, ga even stenen. Nee, hij begint met, je bent op werk, ik heb een pen nodig, pak de pen van de baas. Geen probleem, stop maar een pen, hij hoort het niet. Een klein beetje, nou oké, de niet-machine hebben mijn kinderen nodig, hij merkt het toch niet, nou het is toch maar een niet-machine. Ja, ik zit later, wel 5 euro in de pot. Ja, en iedere keer klein beetje bij klein, totdat jij bent eraan, totdat je de grootste roofactie gaat plegen. Shaitan komt niet in het begin zeggen tegen jou, ga maar zina doen. Ga maar onrecht plegen. Begint met kleine dingetjes. Even een beetje, ja, die zuster die heeft toch, die heeft misschien zorg nodig, misschien heeft ze een lift nodig. Heeft er even, ja, breng haar even. Nou, is geen probleem toch, onder de weg, even de nummers delen, mijn nummer, jouw nummer, misschien heb je iemand. En wat langzamerhand. Komt het binnen. En dan zie je subhanallah, die kwalen, die ziektes beginnen met kleine dingetjes. En daarom hebben zij gezegd, kijk niet naar hoe klein de zonde is. Maar kijk naar hoe groot is degene die ongehoorzaam bent. La tandur ila sigar al ma'asya, ondur ila idam al ta'asya. En daarom die kleine daden, die kleine zondes, die zijn kleine deurtjes, kleine luiken, die openen de deur voor jou naar de grote poort, naar Jahannam. Want kleine zondes, die leiden altijd naar de grote zondes. Net als kleine goede daden, die leiden ook naar de grote goede daden. Het zijn de voetstappen van de Shaitan. Wat wij ook van dat verhaal kunnen leren, is, broeders en zusters, help de Shaitan niet tegen jouw broeder. Ik geef je een voorbeeld. Broeder die kan een mooie Koran lezen. En hij leest en hij zegt, oh broeder, mashallah, als jij leest, mijn hart gaat tekeer. MashaAllah, jouw stem, ik heb nooit zo'n mooie stem gehad. En dan begin ik te prijzen jouw broeder. Misschien heb je een goede intentie, maar de Shaitan, die zaad in zijn hart een zaadje van kibber. Die zaad in zijn hart een zaadje van een riya. En jij hebt erbij een grote rol gespeeld.
En daarom, jouw broeder moet je niet helpen. Net als die broers, wat hebben zij gedaan? Ja, onze zus bij jou. Ja, wij vertrouwen jou. Zij hebben ervoor gezorgd ook dat hij zover is gekomen. En soms heb ik vertrouwen in jouw broeder. Ja, ik heb vertrouwen in mijn vrouw, ik heb ook vertrouwen in mijn broeder, dus geen probleem. Nee, het is wel een probleem. Want je hebt vertrouwen in allebei, maar je hebt geen vertrouwen in Iblis. Je hebt geen vertrouwen in Satan. En daarom moet je niet vanuit gaan, van zijn betrouwbaar, dus ik... Ja, wij hebben een mooi spreekwoord in het oosten, wij zeggen, el malik zei, bi'alik al-sadaqa. Dus geld die onbewaakt is, leert stelen. Ja, onze broeder die kan ervoor zorgen, maar alles staat voor hem. Hij kan zo pakken en meenemen en hij is zo makkelijk gemaakt. En daarom, jij helpt Shaitaan eigenlijk tegen jouw broeder. Broers en zusters, deze of dat verhaal, dat is niet gericht naar ons alleen als moslims, de mensen die de bezoekers van de moskee of die bezig zijn. Dit is bedoeld voor ieder individu. En dit is bedoeld voor iedere organisatie. Dit is bedoeld voor iedere gemeenschap. Het is bedoeld voor iedereen. Dit is bedoeld voor de alim. Dit is bedoeld voor de da'i. En je moet je niet vergissen, broeders en zusters. De du'aat, de mensen die bezig zijn met de islam, de geleerden, die zijn ook mensen. Die hebben ook eigenlijk dat menselijk in hun. En daarom is ook naar hun gerecht van, hoe ga je met jouw da'i om? En de da'i, een organisatie, een alim die heeft last van drie belangrijke fitness. Dan zeg ik opletten broeder, opletten zuster. En vooral broeders die een beetje beginnen bekend te worden, omdat ze al bekend zijn. Iedereen die kijkt naar hun, als zij praten, veel mensen luisteren naar hun. Of je nou YouTuber bent, of dat je nou een da'i bent op een minbar, of dat je een alim bent, dat je de lessen geeft. Je hebt drie fitness. Als je jezelf kan redden van deze drie fitness, dan ben je goed bezig. Fitna van de vrouwen, ons onderwerp vandaag. En dan serieus gaan we een van de broeders en die gaat Koran lezen of gaat met een nasheed zingen en zit het op YouTube. De meeste reacties komen van de zusters. Masha'Allah, oh prima broeder, masha'Allah broeder. En dan begint het ook. En dan wordt opgevoed in zijn hart. En daarom voor jezelf wil je weten, ben ik erin gevallen of niet? Als je compliment krijgt van een broeder of van een zuster, is voor jou hetzelfde, dan zeg alhamdulillah rabbil alamin. Krijg je compliment van een zuster, dan is het voor jou, oh masha'Allah, van een broeder, ja, dankjewel. Dan zie je, er is een probleem hier. Een andere, en dat is geld. Geldzaken. Ze verdiept in die geld, dat bezit. En je wordt uitgenodigd voor da'wa ergens, dan heb je altijd een kostenplaatje. Ja, ik kost zoveel. Want ik moet zo doen, ik moet papier gaan afdrukken, ik breng veel tijd in. Dat is niet de gedrag, dat is niet het gedrag van een da'i. Ik weet van vroeger, als wij ergens naartoe willen gaan om gewoon een woordje te houden, of dat je wilt preken, of dat je zelfs wilt zingen voor Allah subhanahu wa ta'ala, dat je het woord van Allah wilt op een mooie manier brengen aan de mensen, wij gingen zelf uit ons zak betalen om te gaan. Wij willen graag gaan. En tegenwoordig, als jij zegt, ja broeders, jullie zijn een zanggroep die zingen anashid, alhamdulillah rabbil alamin. Jullie ben ik op zoek naar. Ik heb een feest. En in die feest, je weet of het haram wordt gedraaid en dan wordt ook gezongen. En ik wil graag dat het halal wordt gedraaid. Dat woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat boodschap van Allah, die van de islam wordt verkondigd. Ja broeder, wij kosten 1000 euro. Ja, maar de andere mensen kosten wat minder, dus weet je, dan laat maar. Zie je, ben jij een da'i als mughalmi of als munshid? Als iemand die bezig is met zingen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ben jij als da'i of als jariya? Jariya zijn de mensen die eigenlijk geld gingen inzamelen van zakat en zo. Je bent een da'i. Je bent niet iemand die een business is begonnen. Jouw da'wa is geen business. Jouw nasheed is geen business. Jouw preek is geen business. Jouw lezingen zijn geen business. Jouw business is met Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw werkgever is Allah subhanahu wa ta'ala. Als zij jou wat geven als da'i, alhamdulillah, dankjewel, dat zie ik als cadeau. Dan zeg je ook nogmaals, het is een cadeau van de mensen die jou geven voor jouw da'wa. En niet een loon voor jou. Want jouw loon, dan heb je twee lonen. Of je loon krijgt in dunya, of je loon van de akhira. Zorg ervoor dat je het loon van de akhira krijgt. En die wat jij krijgt van dunya, dat is een cadeau. En daarom, ik ga niet zeggen, mijn cadeau is 150 euro.
Nee. Ik zeg, wat jij geeft, alhamdulillah, ben je blij mee. Goed, misschien ga ik te ver voor sommigen, maar als je wilt dat jouw hart zuiver en schoon is van deze fitna, dan moet je het op deze manier doen. Ga daarom doen, ongeacht hoeveel je krijgt. Als da'i, of als munshid, of als wie dan ook. Ik ben bezig voor Allah subhanahu wa ta'ala. Goed, hoe kan ik voor mezelf meten? Ben ik erin gevallen of niet in deze fitna? Het is makkelijk. Als je heel blij bent met het veel dat je krijgt, en droevig bent met iets dat je verliest, hè, dan ben je erin gevallen. Dan ben je Abdul Dirhani wa Dinar. Maar als je dat veel krijgt, alhamdulillah, Rabbil Alameen, ik ben blij dat ik hem heb, ik heb veel verloren, alhamdulillah, Allah is een razzaq. Allah geeft, Allah neemt. Gaat. Dan ben je eigenlijk niet erin gevallen. Ja, Allah zegt in de Koran, حتى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Dat je niet droevig bent en dat depressief wordt voor wat je hebt verloren. Dat zegt de Koran. En dat je niet heel blij bent met veel wat je hebt gekregen. En dan, laatste. En dat is positie in aanzien. Positie in aanzien. Als ik kom, alsjeblieft, ik ben een imam, Bassam. Zeg niet Bassam. Waar we aan het knikkeren samen? Nee, ik ben een imam. Ik heb daarvoor 4 jaar gestudeerd. In de universiteit noem je mij Hassan. Ik ben imam Hassan. Ik ben ustaz dit. Ik ben... Subhanallah. Ik weet dat mensen het niet mee eens zijn. Maar als ik terugga naar de Sahaba, dan zie ik ook dat het niet eigenlijk de gewoonte van Sahaba was om titels te gaan geven aan elkaar. Terwijl je een kleine Sahaba en een grote Sahaba. Ja, maar de titels, ja, wij zijn zo gehecht aan titels. De beste titel is de titel die je krijgt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah op dag des oordeels jou gaat roepen, als Allah zegt tegen jou, Bassam, ja, als Allah roept jou, die imam Bassam, dan ben ik blij. Als Allah de titel geeft, Abdi, dan ben je blij. Dat is de hoogste titel dat jij kan verdienen. Abdi. Dat je gekoppeld wordt van Allah, dat Abd. Abd is dinar. En die erna komt, Abdi. Dus jij bent van Allah. Abd van Allah. Deze certificaat, deze titel, dat is waar wij naar streven. Ustad, professor of alim, dat hoef ik niet. Ik moet dat grote voor bij Allah subhanahu wa ta'ala verdienen. En daarom de Koran, als je hoort Abd, Abdi of Abd, dat is dat profeet Mohammed alayhi salam. Subhanallah, die asra bi abdihi. Leia min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Abd. Dat is mijn titel. Goed. Als jij kijkt naar je positie en je komt, je gaat een lezing houden en je ziet, het is gewoon, de opkomst is mager. Ik zie gewoon 5 of 10 personen. Weet je, ik heb geen zin meer om te gaan geven. Wat heb je geen zin meer? Je komt toch da'wa geven? Of het 1 persoon of 10 personen of 1000 personen of 10.000 personen. Voor jou is het gelijk. Als je zenuwachtig gaat worden omdat het grote publiek voor jou aan het luisteren is. Hè? En als 1 of 2, dan heb ik geen zin, dan ga ik op. Dan weet dat deze fitna aan jouw hart is diep geworteld. Maak jij die naar mij luistert, alhamdulillah. Altijd ga je naar YouTube, die filmpjes die jij gaat delen. En dan ga je kijken, iedere keer een kwartier in kijken, voor 2 kijkers, oké. Okay. Nog een kwartier, 10 kijkers. Oh, mashallah, hoeveel views, hoeveel likes, hoeveel dit. Waar ben je op zoek naar? Jij bent een daaier. En je bent niet iemand die aan show is. Laat zien dat ik er ben. Goed, inshallah. Dus die zijn de fitness die wij in dit leven kunnen meemaken. Dit verhaal gaat over fitnatu an-nisa. Speciaal. En daar praten we straks over, inshallah. Ik wil u al jaren als dat voor de alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله استقطى وعلى آله وصحبه الشرفة. Brothers and sisters, Prophet محمد عليه الصلاة والسلام قال خزيت ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء. Dus de grootste fitna die na mij, die ik heb achtergelaten, na mij zal komen, dat is fitna met vrouwen. Dus ik kan zeggen met andere seks. Dus dat geldt voor mannen, maar dat geldt ook voor vrouwen. We kunnen ook zeggen haram relaties. Dat is de ergste fitna die profeet Mohammed heeft achtergelaten. Hij maakt zich zorgen over ons door deze fitna. En als jij kijkt, subhanallah,
Deze fitna heeft in onze umma twee groepen die extreem rechts, extreem links. Wij kunnen in onze umma nog niet echt optimaal en goed mee omgaan. Relaties man en vrouw, dat blijft een beetje moeilijk kwestie. De ene die ziet van vrouwen, die zijn gewoon onze zusters, mashallah. En een organisatie die werken fisabilillah voor Allah subhanahu wa ta'ala. En een schouderklopje, oh, zuster, dankjewel. Mashallah. Dat zie je ook in de organisatie, een beetje gewoon losvallen. Maar samen, wij zijn toch zo broeders en zusters. Wij zijn toch bezig. Dan even terugkijken, is er niks mis mee. Ja, het is niks mis mee, maar als je kijkt naar dat verhaal zegt wel, dat is een deur die je opent. Want dat schouderklopje dat een zuster krijgt van een broeder of andersom, hè, die leidt erna dat nog een beetje telefoontjes worden verwisseld en daarna, ja, ik moet kijken hoe het met haar gaat, daarna even, misschien moeten we dat gaan organiseren. Ja, ik regel het wel met die zuster, of ik regel het wel met die broeder. En dan gaat, subhanallah, dat gaat de gevaarlijke kant op. Daarom, deze deur moet je niet gaan openmaken. Als jij als daaier, goed, ik ken mijn grenzen. Er zijn ook andere mensen, jammer genoeg, die zien dat mannen en vrouwen moeten achter de kluizen zitten. Dan heb je in de moskee, dan heb je gewoon de kluis van de vrouw. Daar moeten ze gewoon op slot, dan twee muren, drie muren, en dan inshallah. Wat heb je? Subhanallah. Mijn vrouw is naar een van de moskeeën geweest. En ze zei tegen mij na de lezing, we hebben de lezing bijgewoond, alhamdulillah. Dus na de lezing ging hij, zei ja, hoe ging het? Zei ja, wallah, iets raars bij de zusters. Wat? Televisie die stond eigenlijk voor hun. En ze zochten te kijken naar de sheikh die zijn les aan het geven. Zei een paar zusters die stonden ook van, astaghfirullah, de zusters willen geen broeders zien, ze hebben de televisie bedekt. Allahu akbar. Dus we hebben te maken met twee extremen. Echt twee extremen. Als broeder of als zuster. Wij zijn in een van de winkels of in de stad, lopen we gewoon daar en zien we elkaar. En dan als je ziet een zuster die jij kent, dan is het van elektrische shock. Gewoon aan de andere kant, en niet groeten, schaamelijk, doe normaal. Doe normaal. En dan de andere kant, ik zie mijn zuster, en dat is de andere extreme kant. Oh, assalamu alaikum zuster, hoe is het? Alles goed, hoe is het met je moeder? Hoe is het gegaan met dit? Nou, ik ga toch niet een hele krant doorlezen. Subhanallah, dat zijn de twee extremen. Neem het voorbeeld van Sayyidina Musa. Sayyidina Musa ging ook met die twee meisjes. En hij zei tegen hen van, achter mij, als ik rechts of links moet, gooi. Want ja, als ik achter jou ga lopen en komt er wind, dan kan ik iets zien wat ik niet mag zien. Dan kan ik... Hij heeft rekening meegehouden. Maar hij ging niet, oh, dat is toch voor lang, al die boel lopen, geef mij... Nee. En dan houden we rekening mee, we moeten evenwichtig zijn. En dat is de uitdaging voor de organisaties. Uitdaging voor de ulema. Een uitdaging voor de mensen die eigenlijk de umma leiden. Van hoe kunnen we een vorm aangeven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als man en vrouw niet een aparte eilandje zijn. Die niks met elkaar te maken hebben. Want dat is een slechte zaak in principe. Wij moeten toch met elkaar communiceren. Maar hoe kunnen wij ook zorgen dat die communicatie netjes en goed verloopt. Dat wij toch volgens sunnah. En dan zeg ik volgens sunnah, ga je terug naar sunnah, ga je terug naar onze geleden, ga terug naar de sira en kijk hoe zij met elkaar omgingen. En dan kunnen wij in grote lijnen eigenlijk vaststellen hoe moeten wij met elkaar op deze manier omgaan.